waren ze twee dikke kopschildpadden die vorig jaar aanspoelden in Nederland. Vandaag gingen ze op reis naar Portugal, want daar gaan ze terug de zee in. Toen zeeschildpad Dobber werd gevonden, was hij er slecht aan toe. Er was een stuk van zijn flipper af, hij had wonden en longontsteking. In dierentuin Burgers Zoo werd hij verzorgd. Hij heeft een hele rits medicijnen gekregen. En vooral de goede zorg van het team is natuurlijk heel belangrijk. In het begin wilde hij ook niet eten. Dus er is uren en uren aan besteed om dat dier er weer bovenop te krijgen. En dat is dus gelukt. De schildpad ziet er weer goed uit en heeft een mooie kleur. Dobber spoelde vorig jaar aan in Nederland. En vlak daarna gebeurde dat met nog een dikkop schildpad. Best bijzonder, want de dieren komen hier helemaal niet voor. Met z'n tweetjes vliegen ze nu naar Portugal en daar gaan ze terug de zee in. Het water is daar lekker warm. Hij zal het wel even raar vinden om de open oceaan erin te gaan. Maar voor het zover is, moet Dobber goed voorbereid worden. Hij wordt ingesmeerd met een soort vet, zodat hij tijdens zijn reis niet uitdroogt. En na 9 maanden is Dobber het ook niet meer gewend om zijn eigen vis te vangen. Dat gaan verzorgers in Portugal hem eerst leren. Na 2 weken moet hij het dan weer helemaal zelf doen. We gaan hem natuurlijk een beetje missen, want er is natuurlijk toch 9 maanden aan dat dier gewerkt. En heel veel tijd ingestoken en ja, dat hij er nu helemaal gezond weg kan. Daar zijn we wel blij mee. Maar het beste doe je hem dan. Dag Dobber.